Verhalen over misstanden in de slachterij komen met enige regelmaat in het nieuws. Slager Bert van der Heij ergert zich aan de negatieve berichtgeving rondom de slachterij. Volgens hem gaat het vooral om incidenten en mag er ook wel eens gekeken worden naar de goede kanten. Het zijn vaak incidenten die vernoemd worden. En net zoals vorige week ook bij het verhaal, daar komen er foto's en films voor de dag van uit niet-Nederland. Dat vind ik eigenlijk het bezwaarlijkste. Als we iets fout doen, daar is niks op tegen. En dat we daarvoor beboet worden, is ook niks op tegen. Maar laat ook eens een keer de goede kant van ons zien. Dat we het wel heel goed doen. Als wij halal slachten, en wij doen het dan altijd. Dus altijd als wij slachten, staat het continu een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij. Om te controleren of wij het op de correcte manier doen. En dus sinds 1 januari is er een nieuwe wet ingetreden. Wij moeten controleren of het dier binnen 40 seconden buiten bewustzijn is. En als die dat niet is, dan moeten wij hem naverdoven. Hier komen de schapen aanlopen. Op een gegeven moment is de vloer weg. Dus het schaap hangt hier tussen met de pootjes naar beneden. Hier staat de moslim en die pakt het hoofd en die snijdt. En dan blijft hij minimaal 30 seconden gefixeerd, zodat hij eigenlijk vast zit tussen die band, dat hij niet kan springen en spartelen. Vooral de mensen weten niet hoe het in zijn werk gaat. En ik praat niet over 15 of 20 jaar terug, dat het allemaal wat professorisch ging, om het dan maar zo te zeggen. Maar tegenwoordig, door alle regels, is alles echt aan banden gelegd. De mensen die het moeten doen, hebben cursussen daarvoor moeten afleggen. En het wordt gewoon op een correcte manier gedaan. En ik praat vooral voor mijn eigen slachterij. Ik ben echt een voorstander van het halal slagen, want ik vind het een zeer correcte manier van het doden van een dier. Het is ook met verdoven en ook met halal, we werken altijd nog steeds met mensen en er worden fouten gemaakt. En we zijn niet foutloos, maar dat is waarschijnlijk niemand. Dit is dan het einde van het dier, maar dit is dus het prachtige product wat het dier ons levert.